Good morning. Goedemorgen. Het is we zijn vandaag 8 april. Ja, dat zijn schone. Hé, zin ik wel een schone getalletjes. 8, 4, 2, 2. Dat is numerologie. Ja. Zit dat ook daar gaan we het niet over hebben vandaag. Zit dat ook in onze salescursus? Nee. Nu, woensdag, afgelopen woensdag, 6 april, hè, voor in de even getallen te blijven. Hadden we dus een webinar en we hebben dan heel wat vragen getackled die we kregen. Super interessant gesprek. En een van de vragen die me bijgebleven is, is die vraag van Kelly. Wat dat ze zei van op een bepaald moment, ze geeft in een coaching services. En ze zei van ja, ik doe dan zo'n intake gesprek. En soms tekent niet iedereen, gaat dan iedereen op in. En haar vraag was dan, dat is een beetje een tweede vraag, geef ik dan te veel weg? Hoe komt dat en wat kan ze daar eigenlijk aan doen? Want ik vind dat een heel interessante vraag, daar denk ik nog heel veel mensen mee zitten, die zo gepassioneerd zijn door hun ding, maar die zo niet weten van hoe ze hun potentiële klant, letterlijk op die customer journey, zoals dat dan heel mooi heet, de klantenreis kunnen meenemen naar waarbij dat ze effectief gaan samenwerken of liever klant worden. Hoe kijk je daar naartoe als je non-typical business coach reed? Ja, ten eerste wou ik zeggen, Peter, ik zie je maar half in het beeld. En dat is jammer, hè? Die knappe man dat we die maar half zien, dat kan niet zijn. Dit is een van de zaken die ik vooral ook zie terugkomen bij mensen die coaching in een of andere vorm geven. Coaching, mentoring, hun kennis delen, hè, de kennisdelers. Hè, dat zijn mijn favoriete klanten ook. Hè. Allee, ik heb heel veel favoriete klanten, was wat. Dus ik herken dat heel erg veel. En wat dat ik heb ooit ook eens een vraag gekregen van iemand en die zei, ja, Gretje, ik ga niet meer naar networking events. Weet je waarom? Dan begin ik te vertellen over mijn business. En zij was bemiddelaar. En ze zei, ja, dan beginnen mensen in één keer, ah, ik heb ook ruzie met mijn dingen of met mijn, hè, of ik zit met dat conflict, hè, conflictbemiddelaar. En ze zei, ja, dan begin ik tips te geven en dan in één keer zijn ze weg en dan kopen ze niet van mij. En eigenlijk is het een klein beetje gelijkaardig. En dus zij wou niet meer naar networking events daarvoor gaan. Uiteraard is dat niet de oplossing. Maar hoe komt dat eigenlijk? Is dat omdat mensen zo hard bezig zijn om waarde te creëren, dat ze eigenlijk vergeten dat ze iets te snel gaan daarin? Of dat ze eigenlijk ongevraagd coachingadvies geven? Hoe komt dat eigenlijk volgens jou? Ja, ik denk dat er meerdere redenen zijn. Hè. Maar vooral heel veel van die mensen willen inderdaad helpen. Hè. Dat is iets, dat is een van onze dadas ook. Hè. We zijn er niet om te verkopen, maar om te helpen, bij wijze van spreken. Uiteraard zijn we er wel om te verkopen. Maar we verpakken dat onder helpen, omdat dat qua mindset vaak gemakkelijker is. En dan voelen we ons niet zo pushy, niet zo sleazy, weet ik veel wat. Dus helpen. Maar sommige mensen trekken dat dan te ver. En als zij dan in gesprek zijn met iemand, dan gaan ze inderdaad al beginnen met hulp te bieden en te veel bieden. Dus dat is één zaak. Dus als ze dan zo'n intakegesprek hebben of een strategiegesprek of een scan of hoe dat je het ook wilt noemen. De bedoeling van zo'n gesprek is natuurlijk een soort van salesgesprek te hebben om te kijken van oké, waar wil die persoon naartoe? Waar zijn die problemen? En kan ik op het einde van de rit zien of dat we iets voor elkaar kunnen betekenen? En kunnen we dat samen bekijken? Maar veel van die mensen gaan inderdaad dan wel wat vragen stellen en gaan tips beginnen geven. Wat dan niet slecht is natuurlijk, want dan laat je expertise zien en dan gaan mensen meer vertrouwen krijgen, gaan ze sympathiek vinden omdat je zo vrij bent. Of zo lief zijn om al tips te geven. Maar een van de dingen is dan dat ze al te veel tips geven, waardoor dat die mensen gaan zeggen, oh, merci, hier kan ik mee verder. Ik ga het uitproberen, merci voor de tips. Maar is dat zo? Kunnen ze te veel tips geven? Kan je dat? Ik denk dat wel. Hè. Mm-hmm. Ik ga er straks terug op komen. Dus één probleem dat ik daar zie, en twee is dat ze geen aanbod doen natuurlijk. Dat hebben we ook heel vaak, hè. Dus dat is een beetje blauw-blauw laten. En dat is ook een fout die ik vroeger maakte. Hè. Ik vond dat zo wat sleazy, zo een belemmerende overtuiging. Zo van, oh ja, ik ga moeten een aanbod doen. Ik durfde dat dan niet zo goed. En dan ligt er maar te wachten in de hoop dat die klant gaat zeggen, zeg, kunnen we niet samenwerken? Zo werkt dat spel natuurlijk niet. Met een aanbod doen, voor het plat weg te zeggen, betekent letterlijk dat je gaat zeggen, dat is de prijs van de investering, hè?
Ja, dat, hè. Dus ik heb hier dat in de aanbieding, bij wijze van spreken. En ik denk dat, allez, als ik uw problemen nodig is, en ik zie dat je daarmee worstelt, daar wil je naartoe gaan. De oplossing. En bij die oplossing kun je wel al een aantal tips geven van mij. Vind ik ook wel, dat kan wel. Hè. Bijvoorbeeld personal branding gaf ik ook altijd een aantal tips. Ja, het is belangrijk, zeg maar wat, dat je dan goed je story weet. Hè? Dus wat is je signature story? Dat je goed weet waar dat je mee in de wereld wilt stappen. Of en zorg dat je dan zichtbaar bent op de kanalen die exact bij u passen en bij je doelgroep passen. Dat waren een aantal tips dat ik gaf. En daar kun je mee verder en niet mee verder. Want ja, wat is dat dan? Wat is mijn goede story? Of wat is dan die juiste kanalen? En dan kunnen we wel zeggen, kijk, wil je daar meer van weten? Ik heb een programma uitgewerkt. Bijvoorbeeld in 6 of in 5 stappen, whatever, of een dag, waarin dat we al die dingen waar dat jij nu net tegenaan loopt, gaan we dan behandelen, zodat we dan op het einde van die dag kunnen, dat jij weet, dit is mijn story en dit zijn de kanalen die bij mij passen en zo kan ik ze gaan toepassen. Zij de geïnteresseerd om te weten wat de investering daarvoor is? Ja, maar Ja. ik denk dat er ook nog een ander stuk is ook, dat je... ik ga het nu een beetje plat zeggen, hè. Wat dat coaching betreft, is dat door de band genomen, als je al een tijdje bezig bent met persoonlijke groei, kan je NC, YouTube, podcasts, hè, What's on Your Mind onder andere, en die van jou, Reid Bunnes, hè, Your Future is Now, en die andere twee podcasts, wat boeken lezen en dergelijke meer... Die kennis is zeker kan je eigenlijk wel vinden. En die antwoorden die weet je eigenlijk wel. Maar ik denk dat bij coaching ook heel belangrijk is dat je prospect meegeeft van ja, kijk, weet je wel, die kennis, als je dat niet in praktijk omzet, gaat er niet veel gebeuren. Dus als je wilt verder dabbelen met boeken lezen, wat dat fantastisch is, hè, maar dan ben je er nog niet klaar voor. En ik zal ervoor zorgen dat je het ook effectief gaat doen. Dus ik ga je accountable daarvoor gaan houden en samen gaan we een plan opstellen. Ja. Als je, met een aantal, ik zou niet zeggen doelen of zo, maar toch dat er toch een bepaalde gedrags- of habitwijziging eigenlijk is. En dat vind ik ook een heel belangrijke. Nu, wat ik eigenlijk zou Ja, maar doen, als ik even hè, mag zeg maar, onderbreken, het hangt er wel van af of dat het probleem van de ja, klant of is, hè? course, of course. Want ja, je hebt ook mensen die zeer, zeer gedreven en zeer gedisciplineerd zijn. En die, ik sta op om 6 uur, ik doe dan dat, maar die niet weten wat dat ze exact moeten doen. Hè? Dus die diepgang missen of die inderdaad een aantal concrete tools missen, whatever. Hè? En dan is dat argument misschien iets minder, vandaar dat het zo Ja, belangrijk is om de juiste vragen te stellen, allee, ik natuurlijk. bedoel, Hè? of het dan mensen zoals de ik die het omgekeerde zijn, ik zou heel de tijd werken. Mijn molen, dat staat niet af. Moest ik niet mediteren, ik denk dat ik gewoon zou ontploffen. Met als gevolg dat onder andere Muriel Marie, die me coachte, die heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk minder dingen deed, waarbij dat ik dingen deed zonder dat ik resultaten diende voor te behalen. En dat ik weer in die... In die In die, in die, hoe zeg je dat, in die pool van creativiteit kon stappen, omdat ik gewoon continu bezig was met in mijn hoofd te zitten. En enfin, dat is nu maar een zijsprong natuurlijk. Maar wat ik zou persoonlijk doen, is dat, en we hebben dat er al een keer over gehad, is dat ik zou in het begin van het gesprek letterlijk zeggen van kijk, mijn assumptie is dat dit is een intake, of niet aan mijn assumptie, mijn objectief is. Dat hier een intakegesprek is. Mijn objectief is om jou beter te leren kennen en om te weten waar je nu staat en wat je op je punt B, wat je eigenlijk zou willen geraken. Voor dat te kunnen bereiken is van bon, die 45 minuutjes hier of die 30 minuten, ja, hoe ga je meten voor jezelf of weten voor jezelf op het einde van die 45 minuten dat de best gespendeerde 45 minuten zijn van je leven. Hè? Hoe ga je dat weten voor jezelf? En laat die persoon daarop antwoorden. Zodat dat je die persoon ook wel primed, wat de bedoeling eigenlijk van die call is, en dat dat niet een coaching call is. En dan op het einde kan je er nog terug gaan refereren van, hè, dat zijn de verwachtingen inderdaad. Zo kijk dan eigenlijk al zorgen dat het zogenaamde verkoops- of begeleiding van aankoopsproces en het echte coachen, dat zodanig smoothless in elkaar overvloeit, waarbij dat je letterlijk zegt van, kijk, ik voel dat dat klikt, dat en dat, die verwachtingen, ik kan je daarbij helpen. Ik stel voor dat we volgende week al beginnen, dinsdag dit of donderdag dat, om 10 uur bijvoorbeeld. En normaal gezien inderdaad had die persoon, ja, maar ja, wat kost dat? Wel, ik raad u aan om bijvoorbeeld een 3 maand traject te doen, in te stappen en dan kunnen we daar al geraken. En zo kijk ik dat eigenlijk
aanpakken. Maar natuurlijk, wat je ook terecht zegt, hè, is inderdaad, je kunt je op het einde inderdaad ook zeggen van kijk, ik zou daarop werken, of dat zijn een aantal concrete tips dat je kan meegeven. Want allez, ik denk niet dat er zoiets is als een 100% regel. Hè. Het zijn ook mensen die het op één keer in hun hoofd krijgen, of die bepaalde mensen iedere keer moeten over nadenken of zo. Maar dat is weer een heel ander topic. Maar ik zou dat wel goed kaderen in het begin, wat de bedoeling er eigenlijk van is. Want ik snap wel je passie dat je mensen wilt helpen, maar eerst moet je wel weten hoe en waar dat je ze wilt helpen. Ja, het is dat. Hè. Dus, en inderdaad, vandaar dat het zo belangrijk is dat je goede vragen stelt. Dus, en dat je goed te weten komt wie is die persoon, waar zit die mee, waar wil die naartoe, wat zijn zijn struikelblokken en kan ik inderdaad iets bieden voor die persoon. En wat je daar zegt, zo van ja, inderdaad, dat is geen een onbelangrijke, eigenlijk een hele belangrijke. Daar moeten we misschien ook nog een keer een aflevering over opnemen. Je hebt nogal wat marketingcoaches die u leren dat je de mensen hè, door schaarste en de urgency hè, de mensen wat onder druk moet zetten om te kopen. Hè. Iedereen kent de technieken wel, koop nu en dan krijg je er nog een bonus bij. Of als je nu beslist, dan krijg je een korting, I don't know. Weet wel dat 50% van de bevolking niet nu moet beslissen. Hè. Dus je hebt echt wel een ganse hoop mensen. En voor de mensen die de human design kennen, dat zijn de generators. De generators die beslissen beter niet op het moment zelf. Dus ik zou daar wel mee oppassen. Ik hoor, allez, en ik heb het zelf ook toegepast. Ik heb zelf ook verteld aan de mensen. Hè. Bouw die schaarste in, bouw die urgency in, zodat de mensen rapper kopen. Maar wel niet de mensen onder druk zetten en niet zeggen dat ze het nu moeten kopen. Want voor de generators onder ons is dat echt niet oké. Hè. Dus dat is wel een belangrijke die ik eigenlijk. Dat is een van de mythes hè, die er leeft. Hè. Wij houden wel van mythes een keer een shot onder te geven. En dat is wel een van de mythes die er heerst. Wat dat niet betekent dat het niet werkt. Hè. Dat stuk van schaarste. En dus ik vind het nog altijd belangrijk. Wij passen dat ook toe. Dat we zeggen: kijk, we hebben hier nu een korting lopen van zoveel procent tot die datum. Maar die datum is dan niet. Nu, hè? Niet binnen dit en een half uur. Weet je? Je moogt van mij, ik zou zelfs zeggen, je moet de mensen toch een nachtje geven om erover te slapen. Tenzij natuurlijk dat je iets heel stom verkoopt, gelijk als een bik of zo. Maar voor belangrijke investeringen, zoals de dingen die wij doen, ja, dat vind ik toch wel belangrijk dat we hen ook een beetje tijd geven. Ook niet honderden weken, hè? Dat heeft ook geen zin, hè? Maar toch wel een nachtje om erover te slapen. Ik vind dat wel. Even Ja, entre parenthèses, een maar goed. belangrijke. Ja, wij richten niet naar die consumer, naar die bigs en dergelijke meer. Hè. Dat gaat dan niet veel waarde uithalen, hetgeen dat wij vertellen. Nee, sommige dingen wel. Ja, ik zou dat. Ja, ik vind dat zelf ook niet super leuk om nu zo nu te beslissen. Maar oké, wel toe dat. Bij mij werkt dat wel zo. Maar het is te zien over hoeveel dat investering gaat. Maar ik heb wel geleerd in tussentijd, want ik ben een manifesting generator, als ik het goed voor heb. Ik ga daar trouwens volgende week een podcast over opnemen, Human Design. Ik heb wel geleerd van soms een keer goed na te denken van zou ik daar wel op ingaan op dat aanbod? En niet van ja, ik wil dat nu wel kopen of niet, maar hoe ga ik het in mijn planning passen? Want allez, bedoel, weet je dat ook welke cursussen koop, maar als je hem dan niet doet, ja, bon, wat voor nut heeft dat dan eigenlijk ook? Ja, ik vind het interessant. Ja. Maar dus en dus uw andere vraag was, kunt je te veel geven? Dat was dan hè, daar straks die Ja. vraag, kan je überhaupt te veel geven? Ja en nee, denk ik. Hè. Dus waar dat wij veel belang aan hechten, kijk, hè, onze livejes die wij hier bijvoorbeeld elke vrijdagochtend doen, dat is content en waarde die wij gratis weggeven. En men zou kunnen zeggen, zeg, je geeft veel te veel waarde weg, we zouden daarvoor geld kunnen vragen. En naast dit hebben we dan nog onze webinars die gratis zijn en nog een ganse hoop andere stuff die gratis is. In dat opzicht denk ik niet dat je te veel weg kunt geven. Wat dat je wel te veel weg kunt geven, is in dat salesgesprek. Dat je daar dan veel te veel begint tips te geven enzovoort. En dat je door te veel tips te geven, maar dat heeft er misschien niks mee te maken, maar dan ook zo niet voor niet het aanbod doet. Hè? Dus niet om de close doet. Hè? Dus, Ja, en ik,
Het is een beetje zwart-wit wat ik nu ga zeggen. Wat ik ook wel vind, is dat, en ik heb dat al best veel gezien, is dat, je personen hebt die heel enthousiast zijn over hun product of dienst, dat die, als die een bepaald woord horen, dat die prospect ergens mee inzet, bijvoorbeeld in een intakegesprek, dat ze dat direct, bij wijze van spreken, gaan op ingaan en heel veel informatie gaan geven. En te snel. En gras groeit niet sneller door eraan te trekken. Dat stof die passie, maar het is goed to hold yourself a little bit back voor je beetje, je hebt tijd, alles komt op tijd, voor jezelf een beetje in te houden en echt dieper te gaan en echt te voelen en te zien waar die persoon mee zit in plaats van direct zo oppervlakkig zo wat dingen te gooien. Want mensen kopen eigenlijk niet, en daar ben ik echt van overtuigd, mensen kopen niet vanuit rationele overwegingen. Ze gaan altijd vanuit emoties vertrekken en ze gaan dat later rationaliseren. Dat is de reden waarom dat er gewoon meer naar video's van auto's wordt gekeken nadat de auto gekocht is. Hè? En dat is van veel dingen zo. En vandaar ook dat, als je dat dan toch mee bezig bent, is dat, let dan mee op met informatie te geven, maar denk van eerder uit een standpunt van, vanuit transformatie. Hoe gaat die persoon zijn of haar leven eruit zien nadat dat die persoon met jou, I don't know, 3 maanden heeft samengewerkt. En voor dat te kunnen weten, die transformatie, moet je inderdaad eerst dieper kunnen gaan. Dus van, ja, je kunt inderdaad wel te veel, te snel informatie geven. En dat hangt voor mij ook een beetje samen met, met die boeken lezen en dergelijke meer. En die kennis. Ja, je hebt van die coaches die zo strooien met van die algemeenigheden en theoretische zaken. En ja, bon, dan denk ik zo, ik vind dat een klein beetje licht. Gaat dat effectief wel voor die transformatie zorgen? Daarentegen, als je dan een coach tegenkomt die echt uber-traumatiseerd geweest is en die echt een enorme transformatie heeft meegemaakt, ja, voor mij persoonlijk, ja, daar kan ik wel mee resoneren. Allee, als dat een trauma is, die resoneert met mij natuurlijk. Hè. Dus vandaar zou ik wel enorm focussen op die transformatie. Maar ja, je hebt ook verschillende soorten, want nu zijn we eigenlijk niet meer over sales en marketing bezig. Je hebt ook verschillende soorten coaches, trainers, mentoren, hoe dat je zo wilt noemen. Je hebt mensen die eerder gaan inspireren door van alles te vertellen, transformatie vertellen enzovoort, en die weinig concreet gaan. Je hebt mensen die meer in de teaching mode zitten, al dan niet, dus een combinatie met theorie, praktijk, whatever. Je hebt mensen die dan eerder echt heel concreet gaan en nu al de tools en de tips en de tricks geven. Dus je hebt verschillende soorten van coaches. En dat is ook wel een belangrijke. Als uw coachingtechniek of uw trainingstechniek meer echt training is, ja, dan dat is oké. Maar misschien heb jij dat dan als klant niet nodig en zoek je eerder een coach. Dat is iets anders dan. Hè? Dus hier zitten we eigenlijk op de inhoud bezig. Wat ik inderdaad wel volg is, in het sales gebeuren werkt het natuurlijk wel sterk als je inderdaad de transformatie kunt meegeven. Vandaar dat ik dat ook aanraad naar marketing toe, dat je regelmatig die transformatie die je zelf meegemaakt hebt, of die je klanten hebben meegemaakt, dat je daar case studies van maakt en dat je dat meegeeft. Hè? Want dat werkt ook wel, uiteraard. Dat is die social proof voor een stuk bij de mensen. Ja, maar alleen, ik zelf, die transformatie vind ik wel. Nee, ik heb wel een heel belangrijke hoor. Ik bedoel, ik vind dat tof dat bepaalde mensen zitten babbelen. Ja, ik wil dit of ik wil. Allee, Sigrid Wilmsen, ik ga dan nu toevallig vandaag nog een podcast mee opnemen. Die babbelt over verbindende communicatie. Maar als die verbindende communicatie, wat is het effect op mij daarvan? Wat gaat de transformatie bij mij zijn? Wat ga ik daarmee kunnen bereiken? Dus dat is, ik vind dat tof dat mensen babbelen over verbindende communicatie of coaching en al. Maar als ik bij mezelf geen transformatie zie. Ja, wat zijn de resultaten? Dat bedoel ik. Ja, dat bedoel ik. Ja, uiteraard. Ja, dus dat is inderdaad belangrijk, hè, dat je de resultaten weegt. Maar dat is oké. Okay, dus een voor en een na, wat zijn de resultaten die jij kunt behalen? Uiteraard is dat superbelangrijk van dat in je marketing en je sales te gaan benadrukken. Hè. Wat is transformatie? Dat is een zwaar woord uiteindelijk. Maar inderdaad, ja, welke resultaten ga ik behalen dankzij het werken met jou?
Of je producten kopen, whatever. Dat is inderdaad een hele belangrijke, uiteraard. Hè. Maar wat dan niet voor mij noodzakelijk is, dat is dat mensen een exact dezelfde transformatie zijn doorgegaan als ik. Ik Ah, vergelijk dat soms, nee, tuurlijk hè, niet. want Nee, of mensen zeggen course. zo van, ah ja, het is toch wel... Het is toch wel belangrijk dat je het zelf wat meegemaakt hebt. Hè? Dan verkoopt dat beter, want mensen gaan je dan meer geloven Ja, als je nee. zelf door die transformatie gegaan bent. En dan zeg ik ook altijd, bijvoorbeeld burn-out coaches heb je vaak. Hè? Ah ja, maar ik ben een ervaringsdeskundige. Ik heb zelf een burn-out doorgemaakt. Dus ik ben dan ook goed geplaatst om daar coaching begeleiding rond te geven rond burn-out. En degene die burn-out coaching doet en zelf niet door een burn-out is gegaan, ja, die hebben dan minder recht van spreken. Sommige mensen denken dat. En daar geloof ik dus niet in. Hè? Dus dat kan evengoed zijn dat als jij een burn-out hebt gehad, dat je een lousy coach en trainer bent, of dat iemand die dat niet gehad heeft, wel fantastisch je Ja. kan daarin begeleiden. Ik zeg ook altijd als voorbeeld. Ik hoop maar dat elke brain surgeon niet een brain tumor heeft gehad. Hè? Dus om maar een Ja, uit het tegelijk. band getrokken voorbeeld te geven. Ben daar volledig mee. Ik geef je daar volledig gelijk in. En als ik kijk dan, maar dat is heel specifiek, hè. Als ik dan bijvoorbeeld zeg van, ik wil een experte in bijvoorbeeld e-mail marketing en het bouwen van funnels. Om een business te bouwen, ga ik wel gaan kijken wat de credentials zijn, wat die persoon tussen haakjes al bereikt heeft. Hè. Natuurlijk bereikt, whatever dat je dat uitdrukt, is dat in omzet of iets anders. En tegelijkertijd dient dat ook die persoon te corresponderen met mijn waarden. Als dat natuurlijk die slimy, pushy, ja, e-mail marketing, dat is niet hetgeen wat ik eigenlijk zin in heb, eerlijk gezegd. Dus ik ga wel kijken wat dan bijvoorbeeld zo'n toestand is van, bon. Ja, waar staat die persoon eigenlijk voor? Maar ik ben volledig akkoord, hè. Ik bedoel, allee, Ja, ik denk zie. dat dat nog iets anders is, hè. Oké, als jij pretendeert van mensen te gaan helpen, ik zeg maar wat, om te leren fruitbomen plaatsen en al je fruitbomen zijn dood bij u, of je hebt geen, of je hebt nog nooit een fruitboom gezien. Ja, let's be honest, hè? Let's be real. Dus... Ja, maar bedoel, allee, dat is hetzelfde met. Ik volg nu al een heel tijdje op Instagram Steven Gillis. En die kerel, dat is zo'n schrijver en ook coach, denk ik, voor kinderen. Voor positieve attitude of zo. En wat hij vooral doet, is heel grappige video's opnemen over situaties met kinderen. En die zijn zo herkenbaar, maar ze zijn. Ja, ze zijn zo goed dat ik zelfs al niet eens een vraag stel of dat Steven nu eigenlijk elke case met die kinderen heeft meegemaakt. Dat kan volgens mij ook niet, dat hij elke case heeft meegemaakt. Dus die babbelt zeker uit een bepaald stuk van ervaring met zijn, noem je dat, coaches, of hoe zeg je dat dan? En ja, en dat zorgt er natuurlijk wel voor dat bij mij. Want uiteindelijk komt het altijd op hetzelfde neer, Greet. Uiteindelijk gaat het over vertrouwen in hem. Dat is, het is die no like trust, had het echt van, ja, een bepaalde vorm van herkenning hebben, een bepaald van vorm van vertrouwen hebben, die gunfactor, hey, wat we het al een keer over gehad hebben. Uiteindelijk denk ik dat dat altijd daar een beetje op neerkomt. En belichaamd inderdaad. Hè? Dus be the change you want to see in the world. De quote van Gandhi. En dit is het ook. Hè? Be the change you want to see in your coachee. Hè? Bij wijze van spreken. Dus belichaam ook wat dat je verkoopt en wat dat je van resultaten belooft. Dat soort zaken ook. Ja. The be. Be. Interessant, hè? Nu, 6 april, leuk webinar. We hebben natuurlijk al, omdat het zo super tof was en goede reacties, hebben we een nieuw webinar. Maar we hebben er een keer weer een ander twist aan gegeven. Hè? We houden wel een keer van verandering en te experimenteren. psgrow.com/soul, daar kan je inschrijven. Er is al één inschrijving, namelijk mezelf en die van jou. Hè? Dat we met de tweeën, maar officieel, hè? Want ik had gisteravond getest. Daar gaan we een andere vraag gaan tackelen. Een vraag die we dus continu krijgen. En dat is de volgende. Hoe om aan klanten te geraken die je leads hebben? Maar hoe krijg je nu eigenlijk leads? Hoe zorg je nu eigenlijk dat je leads krijgt? Dat is een heel complexe antwoord, vind ik, op zo'n vraag. Maar wij gaan dan nu een keer op 4 mei een webinar rond wijden. Natuurlijk, Inderdaad. als je Bix verkoopt, dat is niet hetgene wat je daar gaat vinden. Bieke, bedoelde.
Ja, inderdaad. Beacon, of Ballpennen. is dat beacon of pix? Ja, bol. Ballpennen, hè? Ja, dus hè, mensen, als je wilt weten hoe dat je meer leads kunt genereren, meer volk dat geïnteresseerd is in je producten en diensten, kom dan naar ons webinar van 4 mei, 8 uur 's avonds, psgrow.com/soul. Daar kunt u al inschrijven en we gaan er een vette lap op En geven. als je natuurlijk niet weet wat je moet doen van het weekend en de komende weken tot 4 mei, dan raden we jullie aan om te subscriben op Greet Bunnes, haar YouTube-kanaal, dat van mij, van Peter Snouwaard. En ook ons gezamenlijk YouTube-kanaal, Who Do You Think You Are? Dat staat vol met video's, die natuurlijk de live staan hier ook op natuurlijk, maar ook heel wat andere video's die hebben we opgenomen. En daar staat er zeker wel wat uren zoet voor. Ter inspiratie. Bon, voor de rest wens ik iedereen een fantastisch weekend toe. En 4 mei, hè, psgrow.com/soul. Hoe krijg ik meer Yes. leads? All right. Lieve mensen, à la prochaine.